Oh! Ja, jongen, jongen, jongen. Oh, ik heb geen truck damage, dus maar... Ik weet niet wat daar gebeurde, maar ik was... Wat? Wat is dit voor een zooi? Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP voor Amor. En vandaag gaan we Euro Truck Simulator in GTA 5 doen. Ik ben een beetje ziek. Ja, nee, lijkt het alsof ik expres moet hoesten, maar ik kwam eraan, daarom zeg ik het maar alvast. Dus dat is een beetje een nadeel, dus ik ga misschien wat snotteren en wat hoesten. En misschien wel niezen, sorry daarvoor. Maar ik kan er even niks anders van maken. We gaan in ieder geval onze vracht ophalen. Ik heb net deze vrachtwagen gekocht. Die moest ik kopen. Dus we gaan nu maar eens helemaal richting de haven. Want daar moeten we onze trailer gaan oppikken. Dus ik ben benieuwd hoe dit allemaal gaat werken. Dit is wat anders dan Euro Truck Simulator zelf. Dit gaat waarschijnlijk ook wel fout. Net zoals Euro Truck. Euro Truck gaat altijd fout. Maar dan... Dus laten we wat muziek eronder zetten. Ik kan wel blijven praten, maar daar doe ik jullie geen plezier mee. En dan weet ik zelf ook geen onderwerp meer. Dus we gaan het gewoon met wat muziek oplossen en wat rijden. En misschien een beetje asociaal rijden. En daarmee bedoel ik een beetje inhalen. Tja, dit rijdt me toch 30 hier. Kom op, man. Let op, beest. Ja. Dit moet echt gewoon een 80 weg zijn. Of een 90 weg of zo. Dit is een lekkere sneller om hier te rijden als alles doorrijdt. Wacht, zit hier blauwe? What the fuck? Oké. Ik heb de sirenes op. Ja, dan aan de kant. Nee, oké. Ik weet niet waar die sirenes vandaan komen. Ik had toevallig een grappig, filmpje gezien met Enzo Knol die meeging met een vrachtwagenchauffeur. En ik kijk nooit naar Enzo Knol ofzo, maar die dacht ik van ja, die ga ik eens kijken en die wilde echt grappig. Maar ik zou nooit een vrachtwagenchauffeur kunnen zijn, ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb het gevoel dat die veel op de weg zitten. Maar ja, misschien valt dat ook wel mee, dat je 's ochtends je truck pakt en 's avonds weer thuis bent. Of dat je inderdaad alleen maar op de weg bent en een week weg bent, dat weet ik allemaal niet. Ja, als je natuurlijk naar ergens in Europa gaat, dan wel. Nou, hier is het binnen Nederland. Ik weet niet hoe dat zit. Wacht eens even, hoe lang heb ik al geen route meer? Jezus. Ik kom er nu pas achter dat ik geen route meer heb. Handig. Dan moeten we... Terug, denk ik. Ja, dan moeten we helemaal terug hier naartoe. Nou, dan zie ik jullie zo daar. Dan gaan we poging 2 doen. Zo, daar zijn we weer. En meteen ook een andere route, iets dichterbij, dus dat is misschien wel fijn. Maar ik weet al waardoor het komt trouwens, want 2, met de nummer 2 stop je je missie. En de versneller aanzetten gaat bij mij door 2. Maar die zit op mijn controller, dus daar ben ik niet zo van bewust. Of op mijn stuurder, daar was ik me niet zo van bewust.
dat dat ook daadwerkelijk 2 was, maar nu snap ik het. Dus we gaan nu een andere route, dit is maar 3 kilometer, en dan gaan we kijken of we deze toevallig naar de haven moeten brengen ofzo. Kijk, hij rijdt tenminste door, die auto's rijden niet door, maar hij rijdt gewoon met 100 voor me uit. Dat is lekker. Ja, nu worden we opgehouden door die stomme auto hier. Het duurt veel te lang. Nou, nu gaan we weer doorrijden. Dit is echt gewoon niet voor mij weggelegd om met 50 te rijden. Ik moet door kunnen rijden. Ik word hier ook echt gewoon zo gespannen van. Dat ik denk van gas, rijd door. Ik zit ook steeds ja, op de gas te drukken. Kijk, voor mij is dit geen optie qua gas geven. Het moet of vol of niet. Ja, dat is mijn probleem eigenlijk, ja, dat weet ik. Beter gaat die motor naar rechts hier. Dan heb ik een vrije weg voor een langere tijd. Ja. Nee, beest, let nou op. Moet ik nou via het vliegveld gaan? Mag dat überhaupt wel? Van mij wel. Komt er een vliegtuig? Nee. Oh, wacht even. No. Trailer gevonden. Ja, ja. Wie ook een scheef. Kom maar er maar eens uit. Zo. We gaan kip vervoeren, denk ik. Zo. Let's go. Hij is niet helemaal lekker aangesloten, want de knuppel ligt op de truck, doet het, maar op de trailer niet. Ah, details hè mensen, details. Oh, lekker bezig.
ook wel niet vaak gereden, hè? Ik heb zo'n gevoel dat hier geen moment gaat komen dat ik de snelweg kan oversteken zonder mensen te irriteren. Ja, nee, en dan moet ik ook nog een gas geven. Yes, en we zijn vertrokken. Oh nee, dit gaat fout. Dit gaat helemaal fout. Oh! Ja jongen, jongen, jongen. Oh, ik heb geen truck damage, dat is mooi. Wij gaan mee met de achtervolging. Het leukste is dat ik daar ook gaan achteruit moet gaan inparkeren. Ik hoop het. What the fuck? What the fuck is dat? Ah, leuke truckrook voor mijn vrachtwagen. Dat valt me een beetje tegen dit. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar ik was... Wat? Oké, allemaal onder controle. En nu hebben we wat truck damage. Wat is dit voor een onzin? Er zitten gewoon gaten hier in die snelweg. Mensen, let maar op voordat je... Wat? Het gaat helemaal goed dit. Let maar op voordat je weet dat zit jullie ook zitten te rijden dan ik. We zijn er bijna. Dus dat scheelt. Ah, daar gaat dan nog iemand. Links daar achter. Die moet er ook. Ik heb een botje hier. Die moet er ook zijn. Dat is, wat? Ja, maar dat doe ik toch? En hold hard to detach. Ja, dat doe ik zeg maar een beetje, hè? Oh, het is detach. Ah, nee, dat doe ik niet meer. Ja. Wat is dit voor een zooi? Ah, misschien dat ik hem zo los moet krijgen. Ja! Oké, dan weten we dat ook weer. Oeh!
goed, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik denk dat het misschien een wat kortere video is, wordt. Maar ja, ik ga niet twee van zo'n... Want we hebben maar één of twee ritten. En eentje was super lang. En de andere was wat korter, zoals deze. Maar goed, ik hoop dat jullie het toch leuk vonden. En het is voor mij altijd gokken of het bevalt bij jullie. En als het niet bevalt, ja, dan is het misschien vervelend om een video van 20 minuten lang te zetten. Bevalt het wel en is die 10 minuten lang, maar dan kan die de volgende keer wat langer zijn. Dus laat zeker even de reacties weten. En wie weet in ieder geval tot over 2 dagen bij een nieuwe video. Het de laatste van dit jaar. En wie weet vaker met de vrachtwagen. Doei!